De Lennisheuvelse Sportvereniging, ofwel LSV, bestaat 50 jaar. Reden voor een feestje. Omroep Dommeland Nieuwsflits. 50 jaar LSV. Ja, opgericht in 1970. Dan denk ik 52 jaar. Maar het hele feest was georganiseerd toen de corona uitbrak. We hadden een vergunning van de gemeente en die is door de gemeente weer ingetrokken, uiteraard. En we vieren het nou toch gewoon als 50 jaar. Ook ondanks dat het 52 jaar is. Dus het lijkt ons wel een goede set. Veel clubs doen dat. Ja. Kun je iets vertellen over het ontstaan van LSV? Nou, het LSV is eigenlijk ontstaan door een aantal jongeren in Lennisheuvel. Die verveelden zich rot. En op een gegeven moment hebben die een beetje brutale brief geschreven naar de burgemeester. Ik denk dat het Paul Petsch was, maar dat weet ik niet zeker. Van er is hier niks te doen voor ons, kunnen jullie niet eens iets regelen en zo. En die burgemeester heeft dat teruggekoppeld aan wat toen nog was, aan de pastoor. Aan het parochiebestuur heette het toen. Hè. En die hebben een enquête opgezet in heel Lennisheuvel. Waar de wensen, wat ze graag zouden willen en zo. En er zijn in 1970 eigenlijk een heleboel verenigingen tegelijk ontstaan. En een daarvan was de voetbalclub. Het oprichten ging heel makkelijk. De medewerking was grandioos. De vrijwilligers, dat was grandioos. Training, alles ging vanzelf. Iedereen was bereid om daar aan bij te dragen. Nou, we voetbalden op een knollenveld bij Fried Vergestel. Dat was een kapper in de Mijlstraat. En van daaruit zijn wij begonnen, hè, met beeldvoetbal. Zo is dat uitgegroeid. Toen zijn we uitgeweken naar DVG Liemde. Daar hebben we 2 jaar competitie gespeeld. En toen zijn we zo langzaam een eigen veld hebben gecreëerd. Zelf ook gevoetbald? Ja, natuurlijk. Actief. Hè. Ik zat actief bij ODC. En van ODC ben ik naar LSV gegaan. Ja. En ik heb gehoord van uit betrouwbare bron dat je eigenlijk blij mocht zijn dat toen de vaart er nog niet was. Klopt dat? Nou, ik was niet het lievertje van de klas, zeg maar. Een van de boeren uit de omgeving heeft toen dit veld beschikbaar gesteld. En dat is met eigen mensen helemaal van een weiland in een voetbalveld veranderd. En een van de leden van LSV die werkte bij Wagenaars was een bulldozer. Machinist noem je dat, geloof ik. Dan gaat het snel. En die heeft het allemaal mooi netjes rechtgemaakt, gras ingezaaid. En zo zijn langzamerhand zijn er dingen bijgekomen. Een afrastering was verplicht. En er was geen kleedlokaal, dat was natuurlijk al een probleem. En er is toen een oud kleedlokaal van een voetbalclub uit Hezen of zo gekocht. Het was dus al daar, werd het gesloopt, dus zo slecht was het. Met koud water enzovoorts, maar allemaal voor die tijd prima. Dus dat heeft een tijdje, heeft nog vrij lang gestaan. Dus, en daarna een kantine en zo gaat dat langzaam verder. Ja. Het zijn goede jaren en slechte jaren. En in de goede jaren bouw je wat, hè? Ja. Over goede jaren gesproken, hoogtepunten? Hoogtepunten, ja. Kampioenschappen zijn altijd hoogtepunten bij een voetbalclub. Hè. Dat denk ik een keer of vier. In die tijd dat we begonnen had je nog de Brabantse Bond. En dat was... Dat was onder de KNVB, viel wel onder de KNVB, maar je had de eerste, tweede en derde klasse Brabantse Bond. Die zaten nog onder de huidige vierde klasse. Dus ze zijn eerst in de derde klasse begonnen, kampioen geworden naar tweede klasse, eerste klasse. Dat was allemaal nog niet zo heel moeilijk. Want wat spelen jullie nu? Nu spelen ze vijfde klasse, maar die bestaat nog niet zo heel lang. En de top is eigenlijk vierde klasse geweest. Je hoort ook wel eens dat spelers later een beetje beroemd worden of heel beroemd. Hoe zit het bij LSV? Zijn er talenten? Ja. Die het ver hebben geschopt. We hebben best aardige talenten. De zoon van de huidige voorzitter die heeft het tot het eerste van Willem II en Vitesse en zo geschopt. En naam? Frank van der Struik. Frank. Ja. Eerder hebben we ook al andere jongens gehad die ver kwamen. En dan op dit moment kijken we altijd naar Armando Obispo, want die is hier ook begonnen. En echt waar? Ja, die is hier begonnen. En zijn vader voetbalt en hier nog steeds en traint hier nog. Voetballen wordt wat minder, want ook die wordt ouder natuurlijk. Hij heeft onlangs tegen de Rangers nog eentje ingekopt, als ik me goed herinner. Ja, gekopt, hè? Ja, dat zei ik ook, gekopt. Ja. Hij is verdediger en als je dan naar voren komt, dan... Maar die hebben we hier zien voetballen toen hij 4 jaar was op het veld. En toen was hij al beter dan de jongens van 7 jaar, hoor. Maar dat is een gevoel van talent. Een gevoel van trots dan? Ja, zeker. Dat vinden we heel mooi. Heel veel mensen hier houden dat ook in de gaten. Hè. Die gaan zitten kijken of
Armando weer in beeld komt. En ja. Hij komt nog wel eens hier, omdat zijn vader hier vaak is. Maar, dus komt binnenkort de Obispo, hoe spreek je het uit? Obispo, Armando Obispo. Binnenkort de Obispo-tribune. Ja, zou kunnen. Misschien een niet zo gek idee. Waar je ook trots op kan zijn, heb ik ook gehoord dat jullie een van de eerste zijn in Nederland met een dameselftal. Ja, het was, voordat de LSV bestond, was er al een damesteam. Dat heette DVL, Damesvoetbal Lennerzeuvel. En dat was een beetje tegelijk met DVG opgericht. Die hadden DVG, hè? Dat was DVL. Toen stond de LSV nog niet, dat was in die oprichtingsfase. En meteen dat LSV werd opgericht, werden zij onderdeel van LSV. Want ze wilden ook een veld hebben en dat hadden ze ook niet en zo enzovoorts. Ze kwamen eigenlijk uit een damesgymclub voort. Ik heb toevallig net gehoord van de insiders dat 2004 was nog wel een beetje lange wedstrijd. Ja, dat is een beslissingswedstrijd. Ik dacht in Den Bosch. Ja, niet in Den Bosch, maar Engelen geloof ik. En Engelen was een beslissingswedstrijd en die bleef maar duren, want die stond gelijk. En die scheidsrechter wilde denk ik graag toch wel een winnaar. En een van de Lennerzeuvelse winnaar. Nou, of dat per se was, dat weet ik niet. Maar ja, als die had gestopt, dan was er nog geen winnaar geweest van die beslissingswedstrijd. En ik weet ook niet of er toen al verlengingen waren, dat weet ik ook niet. Maar uiteindelijk heeft een van de spelers van LSV een hele mooie kopbal gemaakt. En toen was het ook meteen afgelopen. Gelijk afgelopen. Met gierende banden naar huis. Ja, en feesten. Ik wens nog 50 jaar erbij. Dat zou wel aardig zijn. Ik denk niet dat ik het nog meemaak, maar het zou, ik hoop gewoon dat ze door blijven gaan. Ik denk in een kleine gemeenschap als Lennerzeuvel, daar moet je wat verenigingen ook hebben. Ja, hier gaat het gebeuren, hè? Ja, hier gaat het zeker gebeuren. Wat gaat er gebeuren? 50 jaar bestaan van de voetbalclub LSV op zaterdag 3 september en zondag 4 september. Wat gaat er gebeuren? Nou, op zaterdag dan beginnen we met een veteranentoernooi. Dan komen ODC, Essen Boys, Bokstal, De Bocht, LSV. En dan gaan we eerst een veteranentoernooi spelen en daarna blijven ze allemaal in de tent, hopen we. En dan komen de andere bezoekers en dan gaan we een feestje vieren. Ja, en de andere dag? En de andere dag hebben we het officiële gedeelte. Dan beginnen we 's middags met dat de jubilarissen binnenkomen. En die krijgen dan iets lekkers aangeboden. Daarna komen, als het goed is, de burgemeester of iemand anders van de gemeente Boksel. Dan worden die mensen mooi gehuldigd. Daarna is er receptie en we hebben nog een reunie. Dus we hopen ook dat er heel veel... En wat zijn de jubilarissen? Waar houdt dat in? Nou, die minstens 50, 52 jaar lid zijn. Oké, okay. En zaterdagavond? Maar zaterdagavond, ja. Dan gaat het los. Dan gaan we los. Dan komt Frank van Weert, is de DJ, die gaat zelf zingen. We hebben Tim Schalks en natuurlijk hebben we Jan Biggel. Jan Biggel. Ja, Jan Biggel, die is de favoriet hier, hè? Jazeker, en terecht. En terecht, die moeten we erbij hebben. En waar hopen we vooral op? Op heel veel plezier. En wat nog meer? En mooi weer, hè? Beter weer als dit, hè? Beter weer als dit, hè? Maar ja, al wat er nu valt er dan niet, hè?